Goedemiddag, van harte welkom bij dit webinar van Historizon en vandaag gaat het over Malta. Nou, de temperaturen vandaag die zijn al mediterraan, dus we kunnen in gedachten zo afreizen. Mijn naam is Arjan Zegers, ik ben van Historizon. We organiseren normaal gesproken reizen en dagtochten met historische thema's. In het verleden ook al naar Malta en onze gids bij die reizen op Malta was dan altijd Deen Munro. Die gaat ook vanmiddag u eigenlijk. Normaal doen we het in een dag of zes. Vanmiddag doet hij het in een goed uur. Gaat hij u meenemen over het eiland Malta. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u dat stellen in het chatvenster aan de rechterzijde. Proberen wij daar een antwoord op te krijgen. Geef nog aan het eind van het webinar. En ook als u een technische vraag heeft, even iets niet goed gaat, kunt u dat melden, ik zit op de achtergrond erbij en probeer dat allemaal technisch in goede banen te leiden. En wat wel kan zijn als het geluid en het beeld niet helemaal synchroon lopen, wil het wel eens helpen om de pagina even te verversen met F5. Dat wat betreft de techniek, laten we gauw afreizen naar het mooie Malta. En Deen zit al live klaar in Malta zelf, dus we hebben rechtstreeks verbinding met dat mooie eiland. Deen, welkom. Ja, dankjewel Arjan. Wel, reizigers, welkom. Ik heb begrepen dat Nederland erg warm is. Hier ook in Malta. Het is vandaag 35 graden. Geen wolkje aan de lucht. Ik hoop ook dat het bij u zo is. En ik zal u meenemen over het eiland Malta. Een eiland van melk en honing en mystiek en regenbogen en veel geschiedenis en conflict en harmonie. En we zullen zien wat u daarvan vindt. Ik hoop u natuurlijk met Historizon een keer te mogen begroeten. Dat lijkt me een goed plan. Maar eerst gaan we maar eens even kijken voor de praktische zaken. Waar ligt Malta? De meeste mensen kunnen wel ongeveer aanwijzen, oké, het ligt hier ongeveer ergens. We hebben Nederland en dan hebben we een rechte lijn naar Malta. Dus we zullen even inzoomen. En we gaan het naar de Middellandse Zee toe, naar Italië, de laars van Italië. Daar zien we Sicilië. En dan onder Sicilië ligt Malta. Dat is een klein vlekje. Je kunt het op Google Earth nog allemaal terugvinden. En als we dan inzoomen op Malta, zien we drie eilanden. Gozo, Comino, Malta. En Malta is 15 bij 29 kilometer. Comino, ja, paar voetbalvelden. En Gozo 9 bij 15 kilometer. Twee hele verschillende eilanden. Lange tijd was Gozo ook onafhankelijk van Malta, van de politiek gezien. Maar vanaf de Spaanse tijd, zo 1283, behoort Malta tot Gozo tot Malta. Het is één republiek, zoals vandaag de dag. Nou, we zijn gewend dat de Middellandse Zee water ligt. Maar als we teruggaan in de tijd, zullen we zien dat de Middellandse Zee vaak ook geen water bevatte. En dan zien we een heel ander verhaal. We zien dus wel het Ronde Dal hier, de Ebro, en heel merkwaardig de Po, die normaal gesproken zo hier in de Adriatische Zee gaat. Die zien we dan plotseling heel ver doorlopen, zo naar de Zwarte Zee en voorbij. Nu is dit gewoon die Adriatische Zee. Hier ligt Sicilië en dan hier ongeveer hebben we dan Malta. Kijk eens aan, Malta. En nu ligt er water in de Middellandse Zee, maar zoals je zegt, vaak is dat ook niet het geval. De laatste 5 miljoen jaar is de Middellandse Zee iets van 19 maal opgedroogd geweest. Dat wil ook zeggen dat we in Malta 19 lagen verschillende steensoorten hebben. Elke keer een nieuw laagje. En Malta ziet er tegenwoordig zo uit, drie eilanden. 20.000 jaar geleden was Malta 4 maal zo groot. Nou, we worden omgeven door de zee en de zee is af en toe onze vriend, af en toe onze vijand, af en toe hebben we de zee lief. Zoals dan hebben we de zee zeer lief, helder, koel, verkwikkend. Af en toe zijn we er ook een beetje bang voor, zoals nu is. Dit is maar 20 keer per jaar. We hebben 20 regendagen per jaar en wel meer stormdagen, maar dit is toch uitzonderlijk. Over het algemeen is Malta bereikbaar bij schip en dat hebben de mensen al vanaf
8000 jaar geleden al bereikt. Vele boten, vele bootsoorten. En Malta hebben natuurlijk ook de Lutsus. De kleuren van het land en de zee en de zon. En dat oogje erop om de vissers te beschermen tegen de monsters van de zee. De demonen van de diepte. En die bootjes zien dan zo uit. Met zo'n bootje kunt u wel naar Sicilië varen. Die zijn wel zeewaardig. Maar we zijn altijd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat omgeven door de zee. Die vormt ook ons landschap. De kleur van de zee is ene keer grauw. 'S ochtends vroeg, maar 's avonds laat wordt het weer wat goudkleuriger. Het kan angstaanjagend zijn, zoals ze zegt. Maar de zee kan ook romantisch zijn, met een mooie zonsondergang. Dit is in Dwera, in Gozo. En af en toe is het ergens tussen mooi en bedreigend. Dit is als het regent op zee, dan ziet u hier zo een soort van trechter. Die komt naar beneden. En als de wind, als u naar hier kijkt en u voelt de wind in uw gezicht, dan is het tijd om benen te maken richting een beschermend plekje. Want dan is het binnen een paar minuten bij u en dan zult u zien hoe hard het in Malta regenen kan. Malta is ook steenrijk vanwege die 19 verschillende droge en natte tijden. Hebben 19 lagen kalksteen, onder andere gevormd door de Jacobusschelp. U weet wel, het symbool van de Pilgrim en het symbool van de Shell, de Nederlandse benzinemaatschappij. Omdat vroeger met een auto op pad gaan toch een hele pilgrimage was om van het ene benzinestation naar het andere te komen. Maar ook zeeegels en ook de Maltese pentaflora, dat zijn mooie fossielen, maar allemaal verschillende soorten kalksteen. Die kalksteen vormt ook natuurlijke kunstwerken. U ziet hier in Gozo, langs de zoutpannen ziet u hier. Dit zijn twee verschillende soorten kalksteen, maar op een andere wijze geërodeerd. En dat maakt een soort modern kunstwerk. Nou, de zee erodeert en dat geeft mensen ook een soort plan. Dit zijn eigenlijk een soort natuurlijke zoutpannen. Als u dat idee van erosie oppakt, maakt u gewoon zelf ook zoutpannen van. En daarmee kunt u dan zout winnen. Belangrijk voor ons, ook voor ons Maltese brood. Dat wordt in houtovens gebakken met zeezout. Dus dat heeft een aparte smaak. U kunt ook geen zoutpannen maken, maar gewoon badpannen. U kunt de zee uithakken, of de steen uithakken en de zee erin laten stromen. Dit is door de Engelsen gedaan voor psoriasis patiënten. Mensen met een huidziekte, die kunnen dus gewoon in het zeewater zitten zonder te hoeven te kunnen zwemmen. En zonder gevaar dat ze meegesleurd worden. U kunt dus gewoon in een zeebad zitten. Die zijn nog altijd erg populair in Malta. We hebben natuurlijk ook zandstranden. We hebben 23 zandstranden, de ene wat groter dan de andere. Maar toch aandoenlijk, lief, nuttig, zanderig en druk bezocht, vooral in de zomer. Nou, die steen natuurlijk, verschillende kleuren steen, verschillende soorten steen, altijd in verband met zeewater. Kalksteen is sterk onderhevig aan erosie. Dus je kunt ook gewoon soms gaten aantreffen, is gewoon het dak eruit genomen. Dat komt gewoon door de regen, omdat calciumcarbonaten en regenwater, die houden niet van elkaar. En dat vormt de grotten. Dat maakt ook kliffen. De ene kant heeft die kliffen, de andere kant de scherpe dalen. U kunt in het donker niet veel zien. Al deze foto's zijn gemaakt gedurende mijn reizen die ik begeleid heb. Een eenvoudige mobiele telefoon. En die kan niet zoveel contrast aan. Maar toch, het is duidelijk. Het is massief en mystiek. Langs de kust staan ook vele wachttorens. Gebouwd door de Ridderorde van Malta. Die tussen 1530 en 1798 hier in Malta de baas was. Een van de vele grootmachten die Malta innam en dan Malta als een kolonie had. Malta is pas sinds 1964 onafhankelijk. Iets van 64 jaar. Of 66 jaar. En dat is nu een mooi iets om daarmee bij stil te staan. Dat Malta zo lang bestaat, maar toch pas zo kort onafhankelijk is. Nou, die steen maakt ook vele mooie dingen. Natuur maakt vele mooie dingen. Dit was het azuren venster in Gozo.
Het ding bestaat niet meer, maar dat is door de natuur uitgewassen. Er was een trekpleister van belang voor het eiland Gozo. Maar op 8 maart 2017 een enorme storm en het ding verdween. Je zonk met de huid en haar in de zee. En zo was het en zo is het. De natuur neemt, de natuur geeft en neemt weer terug. Maar gelukkig hebben we nog heel veel van dit soort monumenten. Bogen, dit is de Blauwe Rot, ook heel bekend. Je kunt hier met een bootje in als je wilt. We hebben van dit soort dingen nog heel veel, omdat kalksteen van nature uitholt. Ook natuurlijke grotten, daar kunt u ook met een bootje doorheen. Dus ook weer in Dwera, in Gozo. Stapt u in een klein bootje en dan gaat u zo door zo'n grot heen in de open zee. En dat is ook weer een avontuur van de dag. Maar nu al die steen, dat is natuurlijk, dat is mooi. Maar wat moet je ermee? Wat kan je ermee? Nou, je kan er bijvoorbeeld in de tempels mee bouwen. Zo vanaf de Maltese steentijd, heel erg bekend, hebben tempels van de Maltese steentijd. En die worden met die steen gebouwd, zonder cement ertussen. Men hakt grote stenen uit en die gaten worden gevuld met kleine stenen. En dan ontstaan de tempels voor waarschijnlijk de moedergodin, de Mater Magna. We weten niet precies wat zich daar afgespeeld heeft, maar we kunnen wel zien dat er dingen gebouwd zijn zoals altaren. Dit lijkt toch erg veel op een altaar en dit toch heel erg als een privé-ingang. De tempels waren aan de binnenzijde ook gestukkeld met een rode oker. Dat is nu allemaal afgespoeld en de naakte steen is zichtbaar. Maar voorheen was het toch heel mooi afgewerkt, zeg maar. De afwerkingsgraad was toch een van een hoog niveau. De tempels zijn tegenwoordig ook overdak, althans de meest belangrijke. Omdat anders gevreesd werd dat binnen 3 generaties de kalksteen geërodeerd zou zijn. En dan zou het allemaal weg zijn voor de volgende generatie. Dus dakken erover. Dit is Hazar-in. En dit is de tempel van Tarshin. Waarbij de oude constructies en de nieuwe constructies toch een mooie harmonie vormen. U kunt van die stenen natuurlijk veel kunstwerken maken. Die tempels hebben veel kunstwerk opgeleverd. Vele beelden die met de liturgie te doen hebben. Afgodbeelden niet, maar waarschijnlijk meer een soort votieven. Leven en dood en alle dingen die de mens na aan het hart staan. Zo de grote vragen van de mensheid werden hier waarschijnlijk ook opgelost door middel van mythologieën en standbeelden. Ook de kringlopen van de Maltese tempels zijn bekend. Dat kan de zee zijn, het kan de oogst zijn. De ene oogst komt, de andere oogst gaat. De mensen komen en gaan, de cirkel van het leven. Maar de aarde blijft altijd bestaan. Hier ook de zonnewendes, laten we zeggen de solstice en de equinoxen zijn hier afgebeeld. Zo de solstice, de lange, lange seizoen en de kortste dag, langste dag en de middelste dag. 4 seizoenen die rond de zon cirkelen. Dus men had al een idee van zon, heelal, sterren, onderaards. Een maatschappij uit 3 lagen, zoals we het tegenwoordig ook hebben. Nou, die beelden, sommige zijn bekend. Is de slapende dame van Malta, de Sleeping Lady. Is niet bepaald de dood, die zou op haar rug liggen. Dit is meer een winterslaap, als de aarde in de winter tot rust komt. En sommige beelden worden gebruikt voor de liturgie. Zoals dit, dan zien ze er allemaal hetzelfde uit. Zoals dat tegenwoordig in onze liturgie, de katholieke liturgie van Malta, ook is. De beelden zien er altijd zo ongeveer een beetje hetzelfde uit. Maar wat ook mensen die aan de natuur beelden maken. Dus dit zou dan een voorbeeld zijn van een Maltese vrouw uit de steentijd. Kort, heel stevig, een boerin. De vrouwen deden vroeger het landbouwgebeuren. Het waren vrouwen waar mannen wel een blokje voor omliepen in het donker. Ook kunstenaars bekleden zich tot steen. Dit zijn 2 van die standbeeldmensen die zitten de hele dag, bewegen niet en alsof ze van steen gemaakt zijn. Voor ons doet het een beetje denken aan ons ambtenarenbestand. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar op die steen kan je dus ook muren maken. Het hele landschap is geterrasseerd. U ziet overal die kleine terrassen. Als je dus heuvels hebt en je wilt landbouwbedrijven en ook veeteeltbedrijven, moet je het landschap terrasseren. En dat wordt hier gedaan met al die muurtjes. Dus we hebben iets van 30.000 kilometer muur in Malta tegen 2.000 kilometer straat.
En die muurtjes, kapellen, zijn echt overal te vinden. Kasseien, straten, stenen muren. We hebben ook een klein boslandschap, Boschetto, het kleine bos. Daar heb je ook onder die muurtjes. En ook op het platteland heb je muurtjes. Malta, de boeren hebben niet één hele grote akker. Omdat in Malta het weer kan heel veranderlijk zijn op verschillende plaatsen. Als je één grote akker hebt en je hebt een slechte oogst, dan ga je honger hebben. Heb je 5 kleine akkertjes, heb je kans dat je beter kan overleven. Dus ruilverkaveling, dat wil men niet in Malta vanwege het oude adagio van verspreid uw winst, niet alle eieren in één mandje, dan kunt u overleven. Ook de karresporen van Malta zijn overal te vinden in het landschap. Een soort transportsysteem uit het bronzen tijdperk, uitgegroefd door het landschap. Clapham Junction is het grootste, een soort rangeerterrein van het rangeerterrein bij Londen, Clapham. Dat is de moeite waard. Er zijn ook een aantal grotten in de buurt. En natuurlijk het werk wat ik doe. Ik geef lessen aan de universiteit, maar ik ben ook een gids. En deze meneer is een gids. En deze meneer is de klant. We hebben in Malta sinds de 17e eeuw geregistreerde gidsen. En dat is aardig. En we hebben klanten. En die klanten laten de naam achter. Dit is in een tel van Zgantia. Was in 1890 kwam een bisschop. Die heeft zijn mijter ingekrast met zijn staf en zijn andere staf. Dus dit is de herderstaf. En dit is zijn bisschopstaf. Dat mag natuurlijk niet meer. Je mag niet meer in antieke oudheden je naam krassen. Maar vroeger werd dat altijd gedaan. Nou, met die steen kan je natuurlijk ook kerken bouwen, standbeelden. En had ik al kerken genoemd? Ja, je kan ook hele grote kerken ermee bouwen. Maar ook verdedigingswerken, kleine straten, kronkelige straten, officiële gebouwen. Dit is een gebouw in Fort Saint Angelo. Behoort tot de ridderorde, daar is de bibliotheek te vinden. Je kan natuurlijk hele dorpen van die stenen bouwen. Verdedigingswerken. En natuurlijk ook uitgraven. Dit is de gracht, de groeve rond Valletta. En dit is gemaakt uit angst voor de Ottomaan, die vaak naar Malta kwam om hier de mensen als slaaf mee te voeren. En dit is een beetje zo de angst, het symbool van angst, belichaming van angst. Hoe hou je de Ottomaan tegen? Nou, door grote muren te bouwen, grote groeven te graven, zodat de boeman niet aankomt. Nou, Maltese hebben natuurlijk een identiteit. De Maltese zijn Mediterranee en je kunt zich met Mediterranee mensen wel wat voorstellen. Tijd is niet zo belangrijk, de zon schijnt, we houden van eten, van zoetigheid. We zien de zon wel schijnen, geen donkere wolken boven onze hoofden. En we hebben natuurlijk een identiteit met het katholicisme. Malta heeft vele culturen gekend, maar het katholicisme is toch wel het meest vooraanstaande. En de voorbeeld daarvan kunnen we geven met een schilderij in het Palazzo Pirisio. Je ziet in de mist van de tijd, de steentijd, het bronzen tijdperk, de Feniciërs, Paulus, de Romein. Dan hebben we de Arabieren, de Aragonezen, de Normandiërs, de ridders van Sint-Jan, Marianne, het symbool van de Fransen, vrouwen Melita, dat is Malta, en Britannia. Dit is uit de Engelse tijd waar dus stoomschepen kunnen zien in de haven van Valletta. Maar Paulus is wel de belangrijkste. Paulus is hier een standbeeld in Rabat. Paulus komt aan, dat kunnen we lezen in de Apostelen 27 en 28 van het Nieuwe Testament, in het jaar 60. Ondanks dat Paulus de eerste identiteitsmarkering is van de Maltesers, spraken de Maltesers toen geen Maltees. Waren nog geen Maltese identiteit in de DNA te vinden. En natuurlijk, er was nog geen Nieuw Testament geschreven. Wat de Maltesers meekregen in het jaar 60 na Christus was de versie van Paulus. En dat is een heel ander verhaal dan wat het hele Nieuwe Testament te bieden heeft. Natuurlijk, het Nieuwe Testament is grotendeels Paulus. Maar in een geschreven vorm in het jaar 60 was dat nog niet het geval. We hebben een Paulusschot met een beeld gemaakt door de studio van Bernini. En dat is ook de moeite van de bezoeker waard. En natuurlijk de grot van Paulus staat in een gebouw, gebouwd door de ridderorde van Sint-Jan. De ridderorde van Sint-Jan
heeft natuurlijk te maken met de grote belegering, u wel bekend. Voltaire heeft al geschreven, 200 jaar na de grote belegering, iedereen kent de grote belegering. Nou, wat was de grote belegering? We hebben de Knights of St. John of Jerusalem. Die beginnen in Jeruzalem met een hospitaal. Die zijn er al heel actief in 1099, voordat de eerste kruistocht aankomt. De orde wordt gemilitariseerd om pilgrims te helpen het niemandsland tussen Jaffa en Jeruzalem over te steken. Daar later komen legers uit voort, omdat de kruisvaarders die maakten een belofte om Jeruzalem te bevrijden en die gingen weer naar huis. Maar natuurlijk, er werd een koninkrijk gesticht en dat koninkrijk had legers nodig. En de ridderorders uit die tijd, de Johannieters, de Tempelieren en meerdere ridderorders, die waren dan zeg maar de staande legers van het Heilige Land. De oprichter van de ridderorde van Malta is de heilige Gerard. Een man die het ziekenhuiswezen eigenlijk uitvond voor de pilgrims in Jeruzalem. Iemand die ook Joodse en Arabische dokters in dienst had. En van daaruit komt de ridderorde. De ridderorde van Malta bestaat nog altijd. De ridderorde van Malta is altijd druk nog met liefdadigheid. Maar terug op die grote belegering. Als we naar het Grootmeesterspaleis gaan, dan zien we daar fresco's. En daar zien we de grote belegering. Dit is de hoofdstad Valletta, of althans Fort St. Elmo, omgeven door 200 Turkse schepen en duizenden Janitsaren. Janitsaren waren natuurlijk de topsoldaten van het Ottomaanse leger. 3,5 maand duurde die slag en de Ottomanen moesten met lege handen terugkeren. Hier nog een andere schilderij. Dus de Maltesers vechten tezamen met de ridders tegen de Ottomaan, hier. En de Moor, een bekend figuur, de Moor, Mauritanië, ook aan de Noord-Afrikaanse kust. Dat waren de mensen die in Malta altijd de Maltese tot slaaf maakten en slechte dingen deden met de vrouwen, de mannen, de kinderen en het land en alle andere zaken. Dus later komen we deze twee heerschappen nog tegen in een andere hoedanigheid. Het grote verschil, de Turk ziet een licht harnas, een borstplaat, een schild, een kromzwaard en een helm waar hij heel goed kan zien. De Maltese ridder, zwaar bewapend, log, langzaam, kan bijna niet zien uit de helm, maar toch goed beschermd. Waarom hebben de Maltese en de ridders gewonnen en de Turken niet? Dat is nog de vraag. De Maltese zeggen natuurlijk, God was aan onze zijde. De Ottomanen moesten dan bekennen dat God niet aan hun zijde was. Hoe het ook zij, de Ottomanen, het grootste rijk ter wereld in die tijd, kon het kleine Malta niet overnemen. En dat gaat de geschiedenis in dat Malta is in de Ottomaanse geschiedenis eigenlijk vergeten. De blamage was kennelijk te groot. Maar zo'n harnas, dat helpt, je ziet hier wel zo'n kogelgat of een kogeldeukje. Dat kwam natuurlijk hard aan, maar u overleefde het wel. Maar dit zijn dus werkharnassen, maar je had ook sierharnassen voor de grootmeester. En dit kwam uit Milaan. Nou, dat kost nu hetzelfde geldt als u voor een hele grote Rolls Royce moet neerleggen. Een paar honderdduizend euro kostte dat. En dat heeft vele kunstenaars tot inspiratie geleid. Nou, u heeft vast wel een tasje van de Louis Vuitton thuis staan. Zoiets. En dat is geïnspireerd door de harnassen. Dus Louis Vuitton en het harnas is hetzelfde. En dan de ridders terug in de St. John's kathedraal. Ziet u een optocht van de ridderorde. De vlag van de ridderorde, de kruis met 8 punten, de Maltese vlag en dan de ridderorders. We hebben 100 ridders in Malta, waarvan 50 dames, ook dames. Er zijn iets van 14.000 ridders in de hele wereld. En dit is Jean Parizeau de Valet. Dit is de man die de ridderorde en de Maltese door de grote belegering heen sleepte. De grote held van Malta. De stad Valletta is ook dan naar hem genoemd, Jean Parizeau de Valet. Hij kwam uit de Gascogne en daar zit het nou net de kneep. De Gascogniërs die houden wel van een goede kloppartij. Houdt u maar in gedachten, Cyrano de Bergerac en de drie musketieren. Mannen die er graag op inhouden. Derhalve, die hebben ons dan gered van de Ottomaan.
Nou, die grote beleging, dat vormt dan de basis van de cultuur van Memoria, van de ridderorde van Zhejiang. En dat komt in veel gebouwen tot uiting, de interieuren, de exterieuren. Maar het toppunt is wel de St. John's Co-kathedraal. U ziet hier weer het symbool van de ridderorde, het kruis met de 8 punten. St. John's Co-kathedraal is een must-see. Als u naar Malta komt, moet u de St. John's te zien hebben. De buitenkant is redelijk eenvoudig. Manieristisch, geen veel kunst, dus een eenvoudige optrekje. Natuurlijk na de grote beleging, oorlog kost geld, verdediging ook. Dus na die grote beleging was er weinig geld om een nieuwe stad en een nieuwe kerk te bouwen. Dus heel simpel aan de buitenzijde. De binnenzijde daarentegen is in 268 jaar of zo briljant geworden. Nou, dit is de vloer van de St. John's. Dit is mijn... Ja, waarop ik gepromoveerd ben ook. Een van die dingen. 400 grafplaten die ik vertaald heb. Ik heb de kunsten gecatalogiseerd. En dit zijn mijn 400 beste vrienden. Ik heb geen Facebook, maar ik communiceer wel heel veel met deze mannen. Ik weet echt exact wat ze wilden in het leven. En dat is toch een heel aardig iets om te weten wat mensen willen als ze leven, als ze een doel hebben. De kerk heeft ook een heel mooi plafond. Dat is het... Ja, de Bijbelse verhalen van Johannes de Doper. En in het midden natuurlijk God, omdat de ziel moet terug naar God. Maar hoe moet dat? Nou, dat gaat dan ook via de vloer weer. Dus deze grafstenen, daar maken we veel gebeden voor. Althans, in het verleden. Toen het vragenvuur nog actueel was in het christendom. Elke keer dat u op aarde een gebedvuur gemaakt hebt, werd uw tijd in het vragenvuur korter. Dus het is een... de ene generatie zorgt voor de andere generatie. Dan in de St. John's vinden we natuurlijk twee schilderijen van Caravaggio. Dit is de onthoofding van Johannes de Doper. En dit is St. Hieronymus. Daar kunnen we natuurlijk uitgebreid op terugkomen als ik hier in levende lijven kan ontmoeten. Dan nog een paar voorbeelden van deze grafstenen. Je ziet de dood hakt hier een takje af. Natuurlijk, de ridders leefden in een celibaat, dus dit is de stamboom en daar wordt een takje van afgehaald, maar dat geeft niks, want er zat geen spruitje aan. Zo zegt die ridder, kon zich niet voorplanten, dus er was het dode hout werd afgekapt door Magere Hein. Je ziet ook, Magere Hein komt in veel gestalten, is die hebben met zijn zeisje. Hij zeist u, hij snijdt u bij uw roots af, zodat u ziel ten hemel gedragen kan worden bij de engelen. Op zijn schild staat hier geschreven, Kime Kalkas Kalkaberis. U die over mij loopt, zal over mij lopen. U moet dit erkennen en maakt u een gebed voor mij. Dus zo kon deze man die hier lag, anoniem, heel veel gebeden krijgen voor het varenvuur, omdat hij bij de ingang lag. Dus lobbyen waarschijnlijk was ook een groot doel van de ridders, om op de juiste plaats te liggen. Nou, nog een paar details van zo'n grafsteen. Prachtig vormgegeven. Zo ingelegd marmer. Maar ook natuurlijk driedimensionaal marmer. Natuurlijk weer een symbool van de dood. Als een roofvogel die klaar ligt om met zijn lange klauwen iets te grijpen. De standbeelden van ridderorders. Ziet u de grootmeester. Dus dat is de grootmeester Cotenaire. Omgeven door militaire paraphernalia. De godin Fama die zijn roem over de hele wereld trompettert. En weer de Ottomaan en de Moor. Nou, deze mensen zijn geen slaven, maar in de optiek van Malta, dit zijn de mensen die Malta telkens kwamen overvallen en de Maltezers tot slaaf maken. Dus dit is het kwaad teniet gedaan, het kwaad onschadelijk gemaakt. En waarschijnlijk bekeerd. Dus, de Moor en de Ottomaan worden heel vaak afgebeeld in zo'n positie. Ze kunnen geen kwaad meer doen. Natuurlijk veel kleinere details en de Dauphin uit Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. Ridders worden elk jaar, mensen worden tot ridder geslagen. 2 tot 3 mensen per jaar vallen die eer te beurt. En wat doen die Maltese ridders tegenwoordig? Nou, die gaan bijvoorbeeld naar Lourdes. De eerste week van mei, normaal gesproken, corona ten spijt natuurlijk, komen daar ongeveer 7000 ridders uit de hele wereld tezamen met 7000 patiënten. En dat is een hele grote happening elk jaar. Dus dat is een van de vele doelen van de ridderorde, het goede doel. Een andere belegering was de Tweede Wereldoorlog. Malta is het zwaarst gebombardeerde gebied van de Tweede Wereldoorlog.
80.000 ton bommen in 2 jaar tijd. Zijn in ieder geval dus zwaarder dan Dresden. Maar het aardige is natuurlijk, je ziet hier veel puin. Maar de huizen in Malta zijn weer opgewelmd met dezelfde soort kalksteen. En dat betekent dat u het verschil bijna niet meer kunt zien. Malta is ook een strategisch middelpunt, diep onder de grond. In de grotten van Malta was dus de intelligentia van het leger. Malta had radarinstallaties en die konden zien wat voor vliegtuigen er via Sicilië naar Malta kwamen. En dan kon men dan schepen, vliegtuigen in de juiste positie brengen. En je ziet hier, de ravage was enorm. Een plaatje ervoor, een operahuis in Valletta. Het plaatje erna. Plaatje ervoor. Je ziet wel een standbeeld in het midden van Maria. Plaatje erna. Wonder boven wonder, het standbeeld staat nog steeds. Dus Maria is hier een enorm belangrijk figuur. Na de oorlog direct processies om onze lieve Heer en Maria te danken voor toch de bescherming die Malta genoten had. Veel mensen natuurlijk, belangrijke mensen. King George komt naar Malta om te kijken wat er met zijn dominion gebeurd was. Omdat Malta natuurlijk tot 1964 een crown colony was. En je ziet hier wat hoofddeksels, ook vreemde hoofddeksels. Duitsland heeft nooit Malta ingenomen, maar er waren wel Duitse krijgsgevangenen. En een van die Duitse krijgsgevangenen had zijn helm geschilderd in een soort Mondriaan kleuren. Dus die is nu in het Oorlogsmuseum te vinden, deze helm. Een Duitse helm, maar dan à la Mondriaan. Dus dat zijn kleine details die toch het moet de moeite waard zijn. Nostalgia. Malta is ook een land van nostalgie. We houden van het vroeger zijn. Wat was vroeger? Het idealisme. Paard en wagen, windmolens, waterputten, kleine kerkjes. De herder met zijn schapen en zijn geiten. En het volgende verhaaltje gaat natuurlijk over de geit. Niets anders dan de geit en de heligheid. Nou, nostalgia natuurlijk heeft ook te maken met de boulevard. Dit is de boulevard van Slima. Het is de oude Meadowbank. En vroeger was de hele boulevard met al zulke oude huizen. En tegenwoordig een heel ander verhaal. Maar hier hebben we de zee en de nostalgia. Dit is hoe de Maltesers hun Malta in herinnering houden. Veel mensen maken daar ook een hobby van. Die gaan verkleed over straat. Dan heb je groepen mensen in Malta. Ook Engelsen die als in klededracht over straat gaan. Voor bepaalde feestdagen. En natuurlijk hartstikke leuk natuurlijk om te zien hoe zo'n traditie toch nog levend gehouden wordt. Dit is zo'n hele oude bus van Malta. Een beetje als de Haagse tram van vroeger die met ijzerdraad aan elkaar hingen. Het was waarschijnlijk dezelfde soort tijd. Malta gaat in het toerisme. Een kleurenfoto uit de jaren 70. Hoe romantisch. Hè? Dat weinig toeristen, nog plaats op het strand enzovoort. Nostalgia betekent ook vele fotoshoots voor modebladen komen naar Malta. Om hier een beetje zo nostalgia te fotograferen. Maar er wordt veel gebouwd en je ziet, die steen wordt afgegraven en er wordt nieuwe huizen gebouwd. En zo wordt de nostalgia gevoed, omdat links was het en rechts is het. Nou, dit is mooi om naar te kijken. Dit is spuugelelijk om naar te kijken. Dus we zijn eigenlijk door de betonjongens worden we levenslang veroordeeld om naar het betonbruut te kijken. En dat is niet altijd leuk. Dus de boulevard in plaats van mooi en oud. De oude huizen worden ingekapseld door de nieuwe huizen. Er wordt bovenop gebouwd. Sommige mensen kunnen geen kant meer op. Maar om het goed te maken, we hebben de keuken en gezelligheid. Heel belangrijk. Industrie hebben we niet zoveel. Wel een plaatje van een industrie. In het Palazzo Parigio in Nassar hebben we een paleisje van een adellijke familie. Die hadden stoommachines en stoomfabrieken. U ziet hier een fabriek waar de rook naar buiten komt. Tegenwoordig willen we dat niet voor onze foto's. Er waren ook de eerste mensen die elektriciteit hadden. 1875 de eerste stoomgenerator in Malta. En deze dames dan vrouwen industria. Met de smits, jongens en industrie. Maar we hebben niet zoveel industrie. We hebben veel land. Althans land voor landbouwgoed. Soms is het land geel. Dat is de gele kalksteen die tot aarde gemaakt is. Soms is de aarde donker, de terra rossa, een hele vruchtbare aarde. We hebben geen rivier in de Malta, maar wel af en toe een bron.
wat water, een putje. Maar het meeste water in Malta komt uit de zee met zo'n omgekeerde osmose. Dus ons drinkwater komt uit de zee. Maar we hebben natuurlijk heel veel zee en heel veel vissers. Hun netten, dit is het plaatsje Marsterslok, liggen hun netten op de grond, die liggen daar te drogen, worden daar geboet. Af en toe komt er een visser binnen en deze man heeft twee haaien gevangen. Dan gaat het ijs overheen. Die gaan dan naar de restaurants, daar wordt sushi van gemaakt. Of iets anders. Maar je ziet dat gaat met de kleine vissenboten, dat gaat niet op industriële schaal, dat gaat dan gewoon met het handje. Maar je kunt dineren heel gezellig, heel formeel in een adellijk huis. Of informeel gezellig met een uitblik, een uitzicht over Mdina. Of met een blaaskapelletje erbij, ook leuk. Of bij een kasteeltje. Je kunt hier vele kanten uit. Maar of gewoon in terras in Valletta, gezellig. Voor de corona komt natuurlijk nog hutje en mutje bij elkaar. Tegenwoordig is de afstanden ook wel wat groter. Maar we kunnen ons voorstellen, als het de vaccin komt voor de corona, dan gaan we weer lekker dicht aan dicht op het terras zitten. En zelfs mensen zoals Jamie Oliver, plikken een graantje mee van onze rabbit. Onze lokale gerecht is konijn. En dat is moeten we gegeten hebben, konijn. Jawel. En als je bordje niet meer leeg komt, ja, dan de duiven eten het wel op, geen zorgen. Het oudste café van Valletta, Cordina, 1837. Mooi café ook, een neoclassiek interieur. Niet kitsch, maar neoclassiek. Wel een Moreno-lamp uit Venetië. Kost een vermogen. Maar wat kunt u eten nou? Van alles. Pizza's, pasta's, vlees. Weer een oude auto met nostalgia. Dit is een Rabat. Een groentekar. En dan die man verkoopt groentes, maar is tegelijk een toeristische trekpleister. Dit zijn zongedroogde tomaten. Overheerlijk, erg zout. Dus als u last van hoge bloeddruk heeft, niet te veel alsjeblieft. En dit is een multi-splatter. Schapenkaas, geitenkaas, salamis, worst, crackers, ham en natuurlijk verschillende marmelades. Dat is een multi-splatter. Dat is zoals de boer het vroeger had. Maar natuurlijk ook een lamsboutje. Daar zijn we ook niet te misselijk voor. Pasteitjes, zalm. We hebben veel viskwekerijen in Malta in de zee. En een kilo zalm in de winkel uit de zee kost 15 euro. Een kilo zalm uit Noorwegen of uit Schotland kost 110 euro. Dus wat doen de Maltesers? Nemen zalm uit eigen zee. U kunt hier elke dag sushi eten zonder een slecht geweten te hebben. En we hebben natuurlijk wijn. We hebben druiven genoeg. En veel wijn, goede wijn. We hebben natuurlijk in Malta hele goede wijn, lokale wijn. We hebben geïmporteerde wijn. We hebben melanges. Een cuvée is een mooie melange. Een gemixt wijn is landwijn. Dat komt in een tetrapak waarschijnlijk. Maar toch, er is heel veel keuze. Ook veel groentestallen in de steden. Dit zijn de vruchten van de cactus. De cactusvijgen, de prickly pears. Daar wordt ook een liqueur van gemaakt. Er worden verschillende marmelades gemaakt van meloen, van vijgen, van natuurlijk aardbeien. En vele kapers, kappertjes, dat is zo'n struik. Dus er is een heel klein vruchtje aan, van dichtbij ziet het er zo uit. En kappertjes zijn zuur, die worden 4 maanden in het azijn gelegd. En dan gaan ze op de pasta, in de pizza's. Enzovoorts. En natuurlijk heel veel olijfolie. Een goede Maltese maaltijd. Het voorgerecht is het echte Maltese witte brood, de hopza. Dus uit een houtoven met zeezout. Witte olijfolie natuurlijk. En ijskoude witte wijn. En dat is een heel mooi begin van de maaltijd. En dan natuurlijk met de volgende gang komen de kleuren op tafel. Maar zoals ik in het begin al zei, Malta, een land van melk en honing. De Maltese tijmhoning is niet te versmaden. Dat is, hoe kunnen we het zeggen, overheerlijk. Maar ook de zoetigheid draaien we ons niet voor om. Dit is een taart met een soort schuim aan de buitenkant. Baked Alaska, dus gebakken Alaska. Met ijs aan de binnenkant en meringue aan de buitenkant. En als u dat te wit of te zoet is, ja, dan krijgt u gewoon een chocoladebom. Ook goed.
En dan hebben we weer de geit. We hebben het over de geit gehad, de heiligheid en niks anders dan de geit. Wat gebeurt er met de geit als een geit geen geit meer is? Dan maken we er gewoon een Maltese doedelzak van. Kijk, dat is nou weer een klein cultuurverschil. Dan hebben we natuurlijk Valletta. De grote haven van Valletta, de Grand Harbor. Moet u ook gezien hebben. Mystiek, wonderful, enorm. Je ziet hier de haveningang, de golfbreker, Fort St. Elmo. Er is een kleine brug hier. Je ziet dat die is helaas tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. De EU heeft dan geld gegeven om een nieuwe brug te bouwen. Nou, die brug leidt tot nergens. Maar als u als land een brug kunt bouwen die nergens naartoe leidt, bent u toch wel ergens beland. Dat is ook iets moois. Je ziet de oude pilaren staan er nog. De nieuwe brug gaat er gewoon overheen. Elk schip wat door het Suezkanaal past, past ook in Malta in de dokken en in de havens. Zelfs met slecht weer. Je ziet hier een storm. En dat schip dat ging tekeer. Maar buiten gaat is het een woest. Binnen de haven is het altijd redelijk kalm. Vanwege die golfbrekers. En dan hebben we hier zo'n lokale boot. Een dais. Als u vroeger op een galei de haven binnenkwam, zag u ongeveer dit. U keek met een soort kickforce perspectief. Keek u tegen de verdedigingsmuur op. Tegenwoordig de mensen die binnenkomen op een cruisevaartschip. Ja, die kijken gewoon bij ons de keuken in. Maar dat is een verschil in proporties. Maar vele mooie doorkijkjes. Je kunt daar uren zoet zijn in de Grand Harbor. Ook mooi, dan kijk je naar de andere zijde, de drie steden. Ook een prachtig gebied. Met vele kronkelige straten, ook middeleeuws. Fort St. Angelo. Vele jachten. We zijn wel niet weliswaar een concurrent voor Monaco of Nice. Maar toch, vele mensen willen wel met een jacht naar Malta komen. En dan deze kanonnen worden elke dag afgeschoten om 12 uur. De noonday boom. Losse vlodders, maar dan gaat de hele ceremonie weer af. Dat gebeurt om 12 uur en om 4 uur. Maar toch leuk dat u... U kunt zelf dat ook af laten schieten. Ik geloof dat een vulling kost €35. En dan kunt u met de hele familie uw eigen kanon afschieten. Nou, ook leuk, toch? En u kunt het ook afvuren als u later op de dag nog een soirée heeft. Een partijtje, kunt u gewoon de hele Upper Wrecker Gardens afvuren. Terwijl de cruiseschepen de haven verlaten, gaat u dineren. Misschien nog een bruiloft, een eigen bandje erbij. Als u dat kunt veroorloven, dan is dat allemaal in orde. We hebben veel mensen uit India, die komen naar Malta om een bruiloft te vieren. En die geven gemiddeld per bruiloft 1,5 miljoen uit. Ze hebben dan een hotel vol met gasten, twee bussen vol met gasten. Ze nemen het beste van het beste. En geld is kennelijk geen probleem. Nou, een leuk doorkijkje door de havens. Dat is vanuit zo'n Guardiola, zo'n uitkijkpost. Je ziet wel, de moderne schepen zijn behoorlijk groot. Een uitkijkje ook op de haven, de industrieën, waar dus schepen natuurlijk gewoon gerepareerd kunnen worden. En een uitkijk op natuurlijk Birgu, vanuit Zambia naar de golfbreker. Je ziet nog een fort op het einde. Dat fort, daar worden films opgenomen. Troy, Gladiator. En op dit moment wordt daar Jurassic Park opgenomen. De nieuwe film Jurassic Park wordt gedeeltelijk in Malta opgenomen in deze forten hier. Nou, de stad Valletta. Moet u gezien hebben, natuurlijk, Valletta is een stad gebouwd na die grote belegering. Dit is een plan van Valletta. Je ziet hier Fort St. Elmo. En dan 5 kilometer verdedigingsmuur rond Valletta. 15 kilometer verdedigingsmuur rond de grote haven. En Valletta ziet er vanaf Slima, de nieuwe stad van Malta, ziet dat er s'avonds laat zo uit. Een gouden gloed over de stad. En u heeft een mooi blik over de barokkerk, over de barokkerken en de barokfortificaties. Maar als u in Valletta woont, moet u genoegen nemen met een blik op de nieuwe stad Slima. Dus de ene kant prachtig cultureel erfgoed. Moderne stad blijft wat het is. En hier de ingang van de stad Valletta. De fontein met de tritonen, de Triton Fountain. De zeemeermannen, ik denk dat zijn de zoon van Venus en Poseidon. En dan gaat u een brug over, dan kijkt u de verdedigingsmuren binnen.
Dus die muren gemaakt om de Ottomanen buiten te houden aan beide zijden. De ingang, de nieuwe ingang, lijkt een soort pijpenlaan. Maar als je over de brug heen bent, dan plotseling opent de stad zich monumentaal. En dan zien we aan beide zijden zijn er twee grote trappen, monumentale trappen. En ook het nieuwe parlementsgebouw, gebouwd door een zekere Renzo Piano. Geen onbekende man in de architectuur. En dit is ook de Republic Street. Dit is de nieuwe, de winkelstraat, zeg maar. Een onderdeel van het nieuwe parlement, gebouwd van Gozitaanse kalksteen. De diagonalen van de oude gebouwen gaan goed samen met de rechte hoeken van het nieuwe gebouw met wat moderne kunst. En weer onze Jean Parizeau de Vlet, de grootmeester van de orde, gedurende de grote belegering. S'avonds is de stad het mooist. Vele zachte kleuren, gele kleuren. Dit is de kerk van Santa Caterina. En dit is Republic Street, parallel aan de winkelstraat van Republic Street, Merchant Street. Het grootmeesterspaleis, een groot plein, te midden van ook het winkelcentrum, waar het winkelgedeelte, waar ook alle cafés zijn. Ook voor de kleine is daar wat te doen. Er is dus wat verkoeling te vinden. En ook voor de ouderen die graag een foto willen maken, de aflossing van de wacht. We zeggen altijd maar gekscherend, Buckingham Palace heeft van ons het kunstje afgekeken. Op elke hoek van de straat staan beelden. De heilige Dominicus bijvoorbeeld. Dit is het zoals het heet, de Kastiel, de herberg van Kastiel, waar vroeger de ridders van Kastiel woonden. Nu is het het bureau van de minister-president van Malta. Your office of the prime minister. En wat doet u als u op een balkonnetje woont? Twee hoog, drie hoog en je bent slechte been. En u moet toch die spulletjes hebben, dan hebben we het systeem van het mandje. Nou, kijk eens aan, dat gebeurt overal in Valletta en andere steden ook. De bakker komt, iedereen komt, je doet het mandje naar beneden met geld erin. En dan gaan die spullen naar boven toe. Nou, geen probleem. Mooie doorkijkjes ook. Dit is bij de bibliotheek van Malta, de Library of Malta. Het oudste document is daar van 1113, de onafhankelijkheidsverklaring van de Ridderorde van Malta. Wat andere doorkijkers, natuurlijk helaas ook Burger King en McDonald's. We kunnen niet om het modernisme heen. En de galeria van het Grootmeesterpaleis, het voorbeeld van alle balkonnen. Die boom aan de rechterzijde is de Ficus Benjamina. Die groeit hier in Malta als kool, als volwassen bomen. Staat bij u in een potje thuis. Zwinters binnenhalen, zomers wil het wel eens overleven, maar de Ficus Benjamina in Malta is hier thuis. En natuurlijk meer straatjes met gezelligheid. De zon schijnt en daar moet u zijn. Dit is de bibliotheek met koningin Victoria in het midden. Dit is weer een van de belangrijkste terrassenpleintjes van Valletta. En weer Kastiel nu met een detail. En dit is het neoclassieke architectuur, het ministerie van Sociale Zaken. En waar je ook kijkt in Valletta, u komt altijd weer de zee tegen. Dat is onvermijdelijk. Dan gaan we door naar Mosta, de volgende bezienswaardigheid. Dat is ook een aardige stad. Mosta betekent centrum in de Maltese taal. De Maltese taal is een Semitische taal, zoals Aramees of Hebreeuw of Arabisch. En Malta is een Semitische taal. Waarom gaan mensen naar Mosta toe? Omdat daar die enorme kerk staat. Een van de grootste koepelkerken ter wereld staat in Mosta. De voorkant is een mix tussen Griekse architectuur, neo-Grieks, neo-Romeins, katholiek. En natuurlijk gewijd aan Onze Lieve Vrouw. Hier staat ze, Maria. De Hemelvaart, Maria Hemelvaart. Weer zuilengalerijen met standbeelden. En de binnenkant van de koepel, eentje donker en eentje licht, maar dan kunt u zo de proporties zien. De koepel is iets van 38 meter breed. Er kunnen 10.000 mensen staand in die kerk. En dan een beeld van boven. Je ziet het dek. Dat is een soort onder de lamp. Waar elke katholieke kerk heeft een lamp. Die brandt als de Heilige Geest aanwezig is. En als je naar boven kijkt, dan ziet u, er is een soort vortex. Het plafond vormt een soort cirkelbeweging. En dit is vanaf de bovenkant. Als u van boven naar beneden kijkt. Voilà, kijkt u de kerk binnen. Nou, kunst en folklore, daar hebben we ook heel veel van. We hebben officiële standbeelden van grootmeesters. We hebben een ander theater, Manuel Theater, prachtig baroktheater, waar veel voorstellingen zijn.
Veel kleinkunst, prachtige kleine beelden van marmer, grotere beelden van, laten we zeggen, brons. Een heel oud Mariabeeld, 15e eeuw, van olijvenhout. De Charleston-periode, 12 apostelen, die waren vroeger in de St. John's-kathedraal te vinden, zijn vrijgekocht van Napoleon Bonaparte. Toen Napoleon Bonaparte hier kwam, 1798, heeft hij alle kerken leeggeroofd en heeft ook deze beelden gekidnapt, die dan weer voor veel geld teruggekocht zijn. Dus die zijn niet verloren gegaan. Veel beelden, veel schilderijen van jonge meisjes. Nou, wat zijn er voor schilderijen? Adellijke vrouwen moesten vroeger veel kinderen baren. Dus als u een dochter had, en dan werd er een schilderij van gemaakt, dat ging dan langs alle Europese hoven om te zien of er een kandidaat te vinden was. Het kind werd met dikke wangen afgebeeld, dus gezond. Kon zeker 10 zonen baren. Het bot zat open. Dat was het lot van de adellijke vrouw vroeger. Veel fijn snijwerk, ook relief in zilver. Naïeve kunst van papier mâché, dus Onze Lieve Vrouw de Overwinning. Onze Lieve Vrouw wordt herdacht dat zij de overwinning geleid heeft in de grote belegering van Malta 1565. Daarom is ze hier als Nike Athene afgebeeld. Dus Onze Lieve Vrouw de Overwinning. Houtsnijwerk, religieus, angstaanjagend. En natuurlijk ook weer van brons. Dit is Maria. De hemelvaart, je ziet, heeft een halokrans van 12 sterren op een blauwe achtergrond. En dat doet me toch echt sterren denken aan de Europese vlag. Maar ze heeft ook hele veel kleine, laten we zeggen, nissenaltaren die aan Maria gewijd zijn. En die worden niet met graffiti ondergespoten, die worden niet vernield. Die worden gewoon geëerd. En dat is het mooie van Malta. We hebben niet zoveel van deze moderne zaak dat alles kapot moet. Het wordt nog geëerbiedigd. En dat is eigenlijk een mooi iets voor een klein land. En dan hebben we natuurlijk nog het kantwerk. Malta staat bekend om haar kant, ook Gozo. En dat kant tot kant klossen gaat met zulke haspels en zulke klossen. En dat is ook een langzaam werk. Maar er is een school voor om deze kantklosserij natuurlijk nog te bewaren voor nakomende generaties. Het wordt vaak in wit of zwart uitgevoerd. Zwart is duurder, omdat je dat slechter kan zien. En dan moet er ook meer voor betaald worden. Of gewoon een blaaskapelletje bij de tempels. Dat kan ook. Moderne kunst, een telefooncel die bevangen werd door de hitte. Dat is zoals een dag van vandaag. Of een fabriek waar standbeelden gemaakt worden van hout of papier mâché. Daar is heel veel vraag naar. En dat is ook een echte kunst in Malta. Veel standbeelden en kerken zijn tegenwoordig papier mâché. Die worden meegedragen in de processies. Nou, groenigheidjes, daar hebben we er heel veel van. Je kunt zien, we hebben heel veel kleur in Malta. Dit is tijm, wilde tijm. De kapper, die bloeit ook. Gras, granen. Weer een regenboog in het Buschetta-woud. En nog meer van het woud. Bougainvillea, prachtige kleuren. Je ziet hoe helder het is. Verschillende andere graansoorten. Tropische bloemen en planten ingevoerd bij de Engelsen. Een koraalvuurboom. Weer een bougainvillea. Natuurlijk huis- en tuinplanten. De agave. En natuurlijk veel cactussen. Nou, de kerk in Malta is een belangrijk iets. We hebben 590 plaatsen van voor het christelijke geloof. Kapellen en kathedralen. Enorme grote kerken, dus de kathedraal in Gozo. De andere kathedraal in Gozo. Eenvoudige parochiekerken. Kleine kapellen. Openluchtkapellen. Wegkapellen. Rotten. En de kleur is rood aan de binnenkant. Vaak het damask als het opgelegd wordt voor, laten we zeggen, voor het feest. En vaak worden ook rode tapijten uitgelegd. Nou, wat is hier aan de hand? Er is een klein kerkje in Mdina. En we hebben veel Chinezen ook gehad als toeristen. En Chinezen proberen altijd in een korfje iets te gooien. Dan brengt geluk. En die man had het gehoord, de koster had dat gehoord. Heeft vlak voor het altaar een mandje neergelegd. En tot zijn verbazing, een dag later,
lag het vol bezaaid met muntjes, omdat er een bus met Chinezen voorbij kwam. Dus dat doet hij nu elke dag. Dus ja, je moet toch op een of andere manier je geld verdienen, niet? De kerk met de grote K heeft veel geld. De kerk met de kleine K heeft gewoon vaak niets. Maar alles draait hier om Christus en om Maria. En dat heeft vele vormen, naïeve vormen, maar allemaal goed bedoeld en mooi uitgevoerd. Soms ook heel groot. Dit is George and the Drake, George and the Dragon. Belangrijk voor de ridders van Malta. Maar veel kunst, ongelooflijk precies en mooi gemaakt. Het is een lust voor het oog. Het wordt ook vaak ingepakt, omdat papier-maché is natuurlijk geen goede vriend van regen. Als u een beeld heeft van papier-maché en het dreigt te regenen, moet u dat direct inpakken. Nou, de festa, wat is een festa? Dat is het patronagefeest. Dat gaat natuurlijk met veel optochten gepaard, met muziek. U ziet de mensen dragen het standbeeld van een patronage schutspatroon door de straten heen. Dat gaat met, dat zijn een soort gildes die dat doen. Een hele eer om dat te mogen. Af en toe zakt een guirlande af. De politie staat erbij, maar ze doen er niks aan. Dat zou je altijd zien. Maar soms wordt het ook expres gedaan. Soms wordt iemand het zwijgen opgelegd. Maar er wordt kosten nog moeite worden gespaard om het kleurrijk te maken. En dat is het mooie van Malta. Nou, al die beelden staan buiten voor 14 dagen. En er gebeurt niks mee. Weer geen vandalisme, geen graffiti. Dat wordt nog, je kunt dat gewoon nog buiten laten staan. Natuurlijk blaaskapellen, het leger, privé. En natuurlijk kleine straten, grote straten. Vuurwerk, gekleurd vuurwerk. De Maltese zijn meester in het vuurwerk maken. Maar we hebben natuurlijk ook rondvuurwerk. Dat is ook mooi, dat draait en dat sputtert en dat maakt een kabaal. En dat is een heel spektakel om dat aan te kunnen zien. Verdere processies. Voor alles is een processie. Maar soms ook heel serieus. Dit is de Goede Vrijdag processie. Zelfs Romeinse karren en paardenwagens, renwagens worden meegenomen in die processie. Mensen die in oud-testamentaire figuren voorstellen. Het is een processie die 2 uur duurt. Er nemen 1500 mensen aan deel. En dat is ook een enorme trekpleister. Natuurlijk de geesteling van Christus. Alle 14 staties worden meegedragen. Levensgroot uitgebeeld. En als alles klaar is. Ja, wat moeten we dan? Inpakken en wegwezen. De volgende stad, Mdina. Een andere parel. Het ligt in het midden van Malta op een grote heuvel. Het is een van de oudste steden van Malta. Ver weg van de zee, ver weg van de piraten, ver weg van de slaafhandelaren. Ver weg van de boze buurman voor Noord-Afrika en de Ottomanen. Vanaf het bronzen tijdperk al een samenleving beschut met muren. Een centrum van cultuur, een centrum van handel, van religie. Ik neem aan dat in het bronzen tijdperk het concept hoofdstad misschien nog niet zo bekend was. Maar het is nu wel een hoofdstad. Het was 4000 jaar een hoofdstad van Malta. Valletta is slechts nu 455 jaar een hoofdstad. Een stad van adel met vele wapens. Dus de ingang van Mdina met haar eigen wapen, figuren, heraldica. Dit is het wapen van grootmeester de Vilhena, een Portugese grootmeester. Ook natuurlijk de Franse leeuw mag niet ontbreken in vele gedaanten. Hier wonen dan 250 mensen. Dat zijn mensen die van de adel afstammen en nog altijd baronnen zijn en dat soort dingen. Dus Mdina is de adelstad. Daar is de kathedraal van Malta, staat in Mdina. Dat is deze, natuurlijk symmetrisch gebouwd. Prachtige kathedraal, ook zoals de Sint John's kathedraal van binnen, bedekt met marmer. Op het kathedraalmuseum, daar zijn gestationeerd ook die 12 apostelen van zilver, die we Napoleon ontfutseld hebben, zo gezegd, en terugbetaald hebben. Op elke hoek weer een standbeeld, of veel een standbeeld. Waar Mdina veelal onbekend is, zijn ook de deurkloppers. Nou, hout is een duur materiaal. Hout moet geïmporteerd worden in Malta. En dat betekent dat een houten deur is tegelijkertijd een statussymbool. En elke zichzelf respecterende deur heeft een deurklopper. Hier zien we Venus en Poseidon
op de deur kloppen. En dat figuurtje in het midden, ik weet niet wie het is, maar ik weet niet wie het is, maar om jongere mensen de teleurstelling te voorkomen, het is niet Master Yoda van Star Wars. En dat is het onbedingt niet. Natuurlijk weer Venus met een drietand, een dolfijn, familiewapen, leeuw en de Maltese valken, de Maltese valk. Die doet ook mee. En dan de postbus, Edward Rex, niet Elizabeth Regina, maar Edward Rex. En dit is van voor de Tweede Wereldoorlog, deze brievenbus. Mooie straten met kleine soort brug en zuchten erin. Tussen de school, aan de ene zijde is de school, aan de andere zijde is het klooster. En de zusters waren dan de lerares op die school. Mijn vrouw is op die school gegaan. En mijn vrouw heeft een t-shirt. En daar staat op, aan de voorkant, I fear nothing. En op de achterzijde staat, I was raised by nuns. Dus je kunt je voorstellen, er was wel discipline gaande daar. En er zijn wat kloosters, ook nog de Karmelietenklooster. Dat is nog in clausura, dus stilte, in beslotenheid. En die beslotenheid, dat brengt ons aan het eind van deze fotoshow. Dit is weer een zicht van Mdina. En ik moet u toch een keer uitnodigen om hier op Mdina, om daar een kopje koffie te drinken in de Café Fontanella. En dat we daar nog even de wereld kunnen bespreken, terwijl we een lekkerheidje genieten en een koffie genieten en over Malta uitkijken. En dan eventjes voor 5 minuten is de wereld helemaal oké. Nou, ik geef u terug aan Arjan. Die gaat nu de boel verder leiden. Dank u. Dankjewel, Deen. Ik vond het van tevoren inderdaad een uitdaging om in een uur het hele eiland even over te rennen. Maar je hebt ons net alles zoals een beetje laten zien, denk ik. Ik kreeg tijdens jouw verhaal had ik even een vraag die mij te binnen schoot, opkwam. Je noemde op een gegeven moment een Portugese grootmeester. Ja, betekent dat Madalena. Niet van Malta kwam, maar als er eentje overleed, naar Malta toe ging? Ja, vaak kwamen de grootmeesters, die waren dan misschien niet op Malta aanwezig. Sommigen wel. Maar er werd een verkiezing gehouden en dat ging heel ingewikkeld, net zoals met de paus, over verschillende lagen om corruptie en favorisme te kunnen ontduiken. En dan, of die grootmeester was al op Malta bekend of nog niet. En dan moet hij naar Malta komen. Als je gekozen werd, moet je naar Malta komen. Dus Manuel de Vlena was al op Malta. Grootmeester Pinto was op Malta. Andere grootmeesters, maar andere ook weer niet. Er moesten altijd minstens 500 ridders in Malta zijn. Maar er waren duizenden ridders in de hele wereld om de landgoederen te beheren. Dus het was een uitdaging, Malta. Ja, en nu dus inderdaad het hoofdkwartier of de zetel, die zit op Malta. Dat is nog steeds zo. Nou, in Malta hebben we een zetel van de ridderorde. Maar het hoofdkwartier van de wereld, van de orde van Malta, van de hele wereld, is in Rome te vinden. In de Via Condotti. Dus als u de Spaanse trappen afloopt naar beneden, gaat u die Via Condotti in. Dat is de duurste winkelstraat van Rome. De eerste villa aan de rechterzijde is het hoofdkwartier van de ridderorde. De ingang is een beetje verscholen tussen twee winkels. De een is Jimmy Choo en de andere is Hermes. Jimmy Choo zijn schoenen van 1000 euro. Daar kan je niet meer lopen, alleen maar mooi mee zitten. En natuurlijk, Hermes zijn natuurlijk hele mooie sjaals, maar 500 euro per stuk toch minstens. En daar kunnen ze de huur mee betalen om de ridderorde op de been te houden in de Rome. Oké, mooi. Je hebt mij in ieder geval wel lekker gemaakt om toch eens een keer naar Malta toe te komen. Als we een reis organiseren, moet ik altijd thuis blijven. Maar nou, ik zal kijken of de volgende keer. Arjan, je moet toch een keertje meekomen. Ja. Moet gewoon. Ik zal kijken of ik de volgende keer mezelf eens een keer kan inroosteren daarin. Hartelijk dank voor deze rondleiding. Mooi. Zijn er nog andere vragen? Ik heb geen vragen hier. Ik zie ook geen vragen binnenkomen. Dus dan wil ik voorstellen om het af te sluiten. Oké. Hartelijk bedankt voor je verhaal. En bedankt voor het... Ik zie Joop Blom zeggen ja. Misschien komt er een vraag, dan praat ik gewoon langzaam door. We hebben op dit moment geen reis staande naar Malta. Ook vanwege de corona
is vliegen op dit moment toch niet zo'n populaire bezigheid. Maar nou ja, mocht het allemaal weer wat terugkomen. En ik begreep van jou, Deen, dat inmiddels toeristen ook langzaam weer terugkomen naar het eiland. Ja, we zijn sinds 2 weken zijn we open. Er zijn inmiddels 100.000 toeristen geland. Daar zijn geen echte problemen mee geconstateerd. Het enige probleem was dat sommige Maltesers, zoals ook in Nederland, die waren toch weer wilden een party hebben. En toen brak het toch weer helemaal uit op een klein gebied. Dus dat die feestjes, dat is het nog niet. We doen hier braaf de mondkapjes om en we zijn hier gedisciplineerd. Nou, er is een vraag van Jo Blom. Hoe is de relatie met de Russische tsaar? Nou, we hebben met de Russen als klein land, een neutraal land, een goede verhouding. Natuurlijk, als de Fransen hier binnenkwamen in 1798, dan wordt de ridderorde eruit gegooid. En de Franse ridders, die blijven. En alle andere ridders, die gaan naar Rusland toe. En daar wordt het tsaar Paul I, wordt daar dan gekozen als grootmeester. Nou, daar historisch gezien zijn er wat haken en ogen aan. Hij was geen katholiek en ook niet in celibaat. Maar toch heeft wel de ridderorde op de been gehouden. Dus we zijn hem wel dank verschuldigd. Als de ridderorde verder gaat, dan wordt hij niet verder erkend als grootmeester. Tot ongenoegen van een paar andere mensen. Dus er is een andere ridderorde. Dat heet de Russian Priory. Dat is al een onofficiële ridderorde. Maar die wel dan tsaar de Russen als grootmeester houdt. En die staan ook in verband met de Russische adelgroep. Er zijn over de hele wereld Russische adelsgroepen. Die uit nostalgie ook de Russische adel in stand houden. En die zijn daar meer bij betrokken. De Orde van Malta is een orde waarbij de grootmeester moet in celibaat leven. Dat kan niet anders. Dat is omdat hij ook als een monnik leeft. Zo, dus de relaties geschiedkundig zijn we tsaar Paul I en de Tweede overigens wel dank verschuldigd. Maar in de moderne ridderorde spelen zij geen rol meer. Als het over Russen en Malta gaat, dat denk ik altijd aan paspoorten. Maar dat is misschien geen verhaal voor dit webinar. Nou ja, zoals 7 andere Europese landen verkoopt de Republiek van Malta een gouden paspoort. En dat gaat voor bedragen voor 1,2 miljoen per neus, iets in de geest. Het is wat het is. Het is een moderne industrie. Malta is niet de enige die dat doet. Er zijn andere landen die dat ook doen. Er wordt wat getut. Kan dat wel? Misschien niet, misschien wel. Zolang het niet verboden is, is het toegestaan. Het is net zo met autorijden. Als je geen bord ziet, ja, dan mag het. Kijk, precies. Dank, Deen, voor dit verhaal. U bedankt voor het kijken. Ik ga hem bij deze afsluiten. En u ontvangt nog, en dat zal ik jou ook toesturen, Deen, de aflopende e-mail met daarin de mogelijkheid om dit webinar nog even terug te kijken. Mooi zo. Nou, wie buiten dat vindt het. Hier gekeken hebben. Ja. Het was prettig om mijn land, mijn kleine eiland, aan u voor te stellen. En mag ik hopen dat u in levende leven op de muren van Endina kan begroeten. Mooi, dankjewel. Oké. Okay.